The focus of today's discussion, as we see it expressed in the title here, is confronting evil with God. Het onderwerp van vanavond is omgaan met kwaad, met God. That is, of course, the emphasis on confronting it with God is whatever we have to say on the subject. We're saying it with God. Dus we hebben met het kwade te maken, maar we doen dat met God. I'm not referring only to our attempting to address these questions through God's teachings, through the Bible. Of course, it is that too. Ik heb het dan niet alleen over die confrontatie met het kwaad aangaan met de onderwijzingen van God uit de Bijbel, dat natuurlijk ook, maar niet alleen. I'm referring first and foremost to the very foundation, the platform upon which we are standing. Ik refereer met name allereerst naar het platform waarop we staan, de basis. The basis of the search, the quest to confront evil necessarily is the realization that we're standing with God. En die basis om de confrontatie met het kwaad aan te gaan is dat we daar staan met God. Now of course that as our foundation on the face of it makes our job much more difficult. En als we hiervan uitgaan, dan wordt onze taak eigenlijk moeilijker. The atheist has no difficulty explaining evil. So far as the atheist is concerned, nothing derives from any abiding purpose, from any source of goodness. Voor de atheist is het immers gemakkelijk. Voor hem komt het kwaad niet voort uit een hogere macht, of is er iets wat goeds geschapen heeft, of dat kwaad uit het goede voort kan komen? That doesn't mean the atheist makes his peace with evil. That means that from the perspective of the atheist, there isn't anything to be sought in terms of any higher purpose of evil, and of course we should do our utmost to fight it. En dat wil niet zeggen dat die atheïst vrede sluit met het kwade, maar voor hem bestaat er geen hoger doel van het kwade. Well, ultimately, we're going to do the same. We're going to fight evil to the best of our ability. En wij, net als de atheïst, willen ons beste best doen om dat kwaad te bestrijden. But here's where confronting evil with God makes that project more complex. Maar dit is waarom een confrontatie van met het kwade met God het juist complexer maakt. How do we relate to a world created by God, whose author is God, and that we see all around us is filled with evil? Hoe reageren we immers op een wereld die we om ons heen zien, die geschapen is door God, en waarvan we zien dat hij gevuld is met kwaad? Confronting evil is arguably the greatest challenge that necessarily pertains to any believer, anyone who strives to be a servant of God, to understand where does this evil arise? Why is it here? Staan tegenover het kwaad is daardoor een van de moeilijkere dingen van een gelovige. Want waarom is dat kwaad hier?
I feel compelled to mention here that the Aristotelian philosophers, in much this vein, posited that the deity could not possibly be aware of what is happening in the world, since we manifestly see that evil exists in it. Er zijn zelfs filosofen geweest dat God niet weet wat er omgaat op deze aarde, omdat ja, we kunnen immers zien dat er kwaad is op de aarde. And indeed, as we'll see in the questions before us, this is a vexing issue for all of us to confront. En zoals we kunnen zien uit de vragen die voor ons staan vanavond, is dit een heftige vraag voor ons allemaal. If we believe that God is all loving and that God is all powerful and that God is all knowing, then how can we possibly explain what the world around us looks like? Want als God volledig liefde is en almachtig is en alwetend is, hoe kunnen we dan verklaren dat wat we in deze wereld om ons heen zien? So it's on that note then that we embark upon these questions. Dus met deze opmerking beginnen we aan de vragen. Number one, confronting evil with God. Does evil really exist? Or is it just a figment of our imaginations? Opstaan tegen het kwaad met God. Bestaat kwaad echt? Of is het slechts een verzinsel van onze verbeelding? Now, of course, it's important for us to appreciate what the basis is of this question before we attempt to address it. Het is goed om ons af te vragen wat de oorsprong is, wat de basis is van deze vraag, voordat we hem proberen te beantwoorden. If we can say that evil isn't real, that it doesn't really exist, then we've solved all of our problems, at least to some degree. Want ja, als we antwoorden dat kwaad eigenlijk niet echt bestaat, dan hebben we in ieder geval onze vraag alvast beantwoord. If the supposed evil that we perceive isn't really there, it's just in our minds or our imagination, then we don't need to ask whence it arises. What is its basis? It has no basis. Want als het kwaad, maar of het veronderstelde kwaad niet echt bestaat, maar slechts voortkomt uit onze verbeelding, dan hoeven we ons ook niet af te vragen waar het vandaan komt en wat voor basis het heeft. And of course, in that light, if evil does exist, well, then we have problems. How can we account for its existence? En als het kwaad dan wel degelijk bestaat, dan hebben we een ander probleem. Hoe kunnen we dan het bestaan ervan verklaren? Can both good and evil arise from one source? Kunnen goed en kwaad voortspringen uit één bron? And here again, of course, it's important for us to appreciate what underlies the question. En nogmaals, het is belangrijk om te begrijpen wat de onderliggende reden is waarom we deze vraag stellen. From time immemorial, people have grappled with these questions. So, sinds mensenheugenis worstelt men al met deze vragen. Invoking yin and yang, or alternatively, the dualism of Zoroastrianism, people have
often answered this question by saying, no, there is a source of good and there's a source of evil. And these are two separate forces that exist in the world. Sommige mensen verwijzen naar yin en yang, of en ook in het dualisme van het Zoroastrisme zien we dat. En die mensen zeggen van nee, er zijn twee bronnen, één bron van het kwaad en een bron van het goede. And I think there are certain very basic issues for us to address in considering how the Bible responds to these challenges. En er zijn een paar basale zaken die we moeten bekijken over hoe de Bijbel omgaat met deze vragen. But continuing first with the second question, then I'd like to address both of these questions together. If evil does not come from God, what is its source? En gaan even door met de tweede vraag, zodat ze allemaal tegelijk beantwoord kunnen worden. Vraag 2. Als kwaad niet van God komt, wat is dan haar bron? And alternatively, if it comes from God, is God evil? En omgedraaid, als het kwaad van God komt, is God dan kwaad? So you appreciate that at the outset we have two alternatives, both of which are very disturbing. En je ziet dat deze twee vragen zijn nogal eng om te beantwoorden. Before we even begin to elaborate, I think we can all immediately discern that either of these alternatives is very problematic. Zonder dat we dit zelfs nog verder uitwerken, kan iedereen al zien dat deze twee vragen al problematisch zijn. Because of course, if evil does not come from God, then we become dualists. Some things come from God and some things come from another source. Want ja, als we antwoorden dat het kwaad niet van God komt, dan moet het ergens anders vandaan komen. En wat is dan die andere bron? But of course, the alternative, if evil comes from God, God evil. En het alternatief is, als het kwaad dan wel bij God vandaan komt, is God dan kwaad? And the continuation, conversely, if God is good and opposes evil, and he is omnipotent and omniscient, that is all-powerful and all-knowing, as we noted before, why does he not eliminate evil altogether? En om het anders te verwoorden, als God dan goed is en hij staat op tegen het kwaad en hij is almachtig en hij is alwetend, waarom roeit hij het kwaad dan niet in zijn geheel uit? Well, of course, inevitably we have additional questions. We may not reach them in today's session, but let's at the very least begin to address very vexing questions that we have seen in these lines. En er zijn natuurlijk nog meer vragen te stellen, maar misschien komen we daar niet aan toe in deze sessie. Laten we in ieder geval beginnen om de vragen die we nu met elkaar besproken hebben, om die uit te werken, om daar een antwoord op te vinden. Maybe before we actually begin, if I can share with you a short story. Misschien voordat we beginnen, kan ik met jullie een kort verhaal delen. This is a story that I heard from a friend of mine who is a professor of philosophy. It's a story about his mentor, a professor of philosophy who taught him. En dit verhaal heb ik van een bevriende professor in de filosofie. En het gaat over zijn mentor, over zijn leraar in de filosofie. En this professor, certainly my friend even more so, had
a great religious sensitivity. En deze vriend van mij uit Warschau, die professor, had een heel goed gevoel voor, ja, voor religie, voor geloofszaken. Once he was in the audience listening to a very pompous professor who was a professed atheist, who told the audience, the atheist has only questions, the believer in God has only answers. En hij luisterde eens naar een andere professor die van overtuigd atheïst was, en die zei het volgende. Hij zei: een atheïst heeft alleen maar vragen, maar degene die in God gelooft heeft alleen maar antwoorden. And my friend's mentor leaned over to the person who was sitting next to him and said. En de mentor van die professor, die leunde voorover naar degene die naast hem zat en zei het volgende. The specific example that he used is interesting. He said, the Lubavitcher Rebbe has more questions in a single night than this professor will have in his entire life. En het is interessant dat hij juist dit gebruikte. Hij zei, de Lubavitcher rabbijn heeft in één nacht meer vragen dan deze professor in zijn hele leven zal hebben. Now, I don't think it was an observation that pertains exclusively to the Lubavitcher Rebbe. Ik denk niet dat dit een antwoord is dat echt alleen maar voor de Lubavitcher rabbijn geldt. If I may share with you, I think the same statement could be made about Mother Teresa in light of her autobiography that was published after her death against her will. Maar we zouden hetzelfde kunnen zeggen over Moeder Teresa, wiens autobiografie na haar dood tegen haar wil is gepubliceerd. I'm not attempting to give you an exhaustive list of religious personalities, of course. Ik probeer jullie natuurlijk geen uitputtende lijst van gelovige mensen te geven. I think anyone truly religious lives life filled with questions. Maar ik denk dat een ieder gelovig persoon zijn leven leeft gevuld met vragen. Just consider the man who is in so many ways the archetype of all believers, our father Abraham. Denk bijvoorbeeld eens aan het archetype, het grote voorbeeld van alle gelovigen, vader Abraham. And maybe one of the most searing, memorable exchanges between him and God in Genesis chapter 18. When God tells Abraham of the impending doom of Sodom and Gomorrah, is Abraham asking the question. En denk eens aan deze indringende conversatie van Abraham met God in Genesis 18. Als het gaat over het lot van Sodom en Gomorrah. In Genesis chapter 18, verse 25. Far be it from you to do after this manner, slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. God forbid. Shall not the judge of all the earth do justice? Genesis 18, vers 25. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt, dan zal het zijn, zal de rechtvaardige, zal de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn? Zal de rechter van de hele aarde geen recht doen?
So, to summarize, I certainly concede one does not need to be religious in order to fight evil. Dus ik trek deze conclusie: iemand hoeft niet gelovig te zijn om het kwaad te bestrijden. But I think, at least on the level of asking these questions and striving to answer them, on the level of thought, on the level of our understanding, one needs to be religious to be bothered by evil, to need to answer these questions. Maar als gelovige persoon dien je wel bezig gehouden te worden door deze vragen. Het kwaad moet je als het ware prikkelen om deze vragen te willen beantwoorden. With, of course, the attendant realization that so long as we are in this world, we'll always have more questions than answers. Met natuurlijk in ons achterhoofd dat zolang we op deze aarde zijn, we altijd meer vragen dan antwoorden zullen hebben. Okay, on that note then, to return to the questions that we saw here. Ja. Met dat in ons achterhoofd gaan we terug naar de vragen die we eerder hebben gelezen. So indeed, do we consider evil to be merely a figment of our imagination? Dus beschouwen we het kwaad echt als een verzinsel van onze verbeelding? And my response emphatically is, we certainly do not. En mijn reactie daarop is, absoluut niet. And perhaps, in a way, the comment of the prophet Isaiah in chapter 5, verse 20, refers precisely to this issue. En wellicht de opmerking van de profeet Jesaja in hoofdstuk 5 gaat precies over dit onderwerp. Now, I don't claim that this is the only thing that Isaiah is addressing in this verse, but I think this is part of the message. Woe unto them that call evil good and good evil, that change darkness into light and light into darkness. En ik denk niet dat dit per se het enige is waar Jesaja het over heeft in dit vers, maar het gaat er wel over. Jesaja 5, vers 20. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Those who call evil good, of course, beyond the obvious, the moral relativism of saying, oh, well, this is evil to me, but it's good to you. It's good to me, even if it's evil to you, and so on. Beyond that, calling evil good, in a sense, is simply denying evil. We don't deny evil. Woe unto them who deny the reality of evil, because evil in this world is very real. En nog buiten dat het verkeerd is om het kwade goed te noemen en het goede kwaad, gaat er ook nog een diepere notie van uit, namelijk dat op het moment dat je die twee met elkaar verwisselt, in feite het bestaan van kwaad ontkent. There's a terrible danger, again, maybe especially for religious people who may want to try to avoid living perpetually in questions, as we must, to deny evil. But if you deny evil, you are liable to make your peace with evil, to not attempt to oppose evil. Never make your peace with evil. Don't deny. Evil is real. Don't call evil good. En dit is een
speciale waarschuwing juist voor gelovigen die ook zich met deze vragen bezighouden over het bestaan van het kwaad en de oorsprong ervan. Namelijk, als je het kwaad ontkent, dan sluit je als het ware vrede met het kwaad. En doe dat alsjeblieft niet. Sluit geen vrede met het kwaad. Ontken niet dat er kwaad bestaat. But of course, inevitably, if we recognize that evil is real, we need to ask the following question, which is, what is its source? Maar natuurlijk, als we dan deze vraag beantwoord hebben, namelijk dat het kwaad bestaat, dan moeten we ook de volgende vraag beantwoorden, namelijk, wat is de bron van het kwaad? Now, on the one hand, we could certainly cite many verses from Scripture that will stress to us that God is not the source. En we kunnen ontzettend veel teksten uit de Bijbel gaan aanhalen waaruit blijkt dat God niet de bron van het kwaad is. In Moses' song, in Deuteronomy chapter 32, verses 4 and 5. Deuteronomium 32, vers 4 en 5. God is the rock. His work is perfect. For all his ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity. Just and upright is he. And therefore, continuation, verse 5. Is corruption his? No! His children's is the blemish, a generation crooked and perverse. That's talking about us. Vers 4, hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. Gods is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Is verderf van hem? Nee, zijn kinderen zijn de schandvlek. Een slinkse en verdorven generatie. En similarly, in Isaiah chapter 3, verse 9. En in Jesaja 3, vers 9. The show of their countenance does witness against them. And they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul, for they have wrought evil unto themselves. It comes from them. Hun gelaatsuitdrukking getuigt tegen hen. Zoals Sodom maken zij hun zonde openlijk bekend. Zij verbergen ze niet. Wee hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad aan. Het kwaad komt hier dus in dit vers van henzelf. And perhaps most dramatically expressed in Ecclesiastes chapter 7, verse 29. En in Klaagliederen 7, vers 29, misschien nog wel het meest dramatische voorbeeld. Behold, this only have I found, says Kohelet, says Ecclesiastes, that God made man upright. But they have sought out many inventions, intrigues, contrivances. In other words, everything goes back to that uprightness with which God creates us. But then there are all these additional dimensions that we added on. They came from us, not from God. Excuses, het is Prediker 7. Ik zei per ongeluk Klaagliederen. Prediker 7, vers 29. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. God heeft die waarheid geschapen, maar de mens heeft er allerlei dingen aan toegevoegd. Yes, of course, the thrust of these sources seems to be to cast the blame upon us. That is, God indeed is the rock whose work is perfect. God makes man upright. Everything else came from us. Dus deze versen leggen duidelijk de oorzaak van het kwaad bij ons.
God is de rots die perfect is. Hij heeft de mens oprecht gemaakt, maar wij hebben er allerlei dingen bij verzonnen. Wij hebben het verdraaid. En dus is het kwaad komt bij ons vandaan. But of course we realize this is begging the question. Maar we realiseren ons natuurlijk wel dat dit maar één kant van het verhaal is. After all, God created us. If the evil comes from us, it means it comes from God, doesn't it? Het roept direct de vraag op. God heeft ons toch gemaakt? Dus als het kwaad bij ons vandaan komt, en God heeft ons gemaakt, dan komt het kwaad toch indirect bij God vandaan. We haven't really resolved anything by saying that the evil comes from us. Certainly not in understanding the root of evil, the source of evil. Dus met deze antwoorden hebben we eigenlijk helemaal niks opgelost. En we hebben nog niet beantwoord wat nu echt de bron, de echte wortel van het kwaad is. So, returning to the questions with which we began, shall we then posit that there is some source of evil other than God? Dus, terug naar die vraag, moeten we dan stellen dat er een bron van het kwaad is naast God? And again, I reiterate, there is great allure in the dualistic viewpoint, saying that there is a source of goodness in the world and another source of evil, because that enables us to envision God as the source of only goodness and nothing else. En nogmaals, het dualisme is zeer verleidelijk om te zeggen dat er een bron is van het goed en een bron van het kwaad, want dat stelt ons in staat om te zeggen dat God alleen de bron is van het goede. The problem is, we would say that enables us to view God as only goodness at the expense of viewing God as not being God. En het probleem is, we kunnen dan wel zeggen dat we God zien als alleen maar goedheid, maar het komt wel ten koste van het feit dat God is dan geen God meer. Er is een andere bron naast hem. And that clearly is not a view that is acceptable in the Bible. God is the source of everything and the creator of everything. En dat is natuurlijk niet een acceptabele kijk op de zaak volgens de Bijbel. God is de bron van alles. Hij is de schepper van alles. And I feel compelled to stress this point. We've noted it in the past as well, because I realize it is a subject of much confusion to people when we speak of the Satan, Satan, the devil. Are we speaking of some alternative source, some combatant who is vying with God? Sorry, could you repeat that? I feel compelled to stress this point. This is something that we have addressed in other circumstances as well. But I think it's one that it is very important to clarify. When we speak of the Satan, Satan, the devil, are we speaking of some combatant, some competitor with God who vies with God for control and is the source of evil? Is that what we mean when we speak of the Satan, who is certainly a being that appears in the Bible? En we hebben hier al vaker over gehad. Als we praten over Satan, over de Satan, hebben we het dan over een soort rivaal van God die met hem strijdt om de macht, om de heerschappij?
is hij werkelijk, zeg maar, in staat om een partij te zijn voor God? And in responding, I feel compelled to direct our attention to the book of the Hebrew Bible in which the Satan, the devil, appears most significantly. En hiervoor wil ik een tekst opzoeken in het Bijbelboek waarin de Satan het meest prominent naar voren komt in de hele Bijbel. Of course, I'm referring to the book of Job. En ik heb het natuurlijk over het boek Job. In Job chapter 1, verse 6, now it fell upon a day that the angels of God came to present themselves before God, and Satan came also among them. Job 1, vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. And similarly, in Job chapter 2, verse 1. Again, it fell upon a day that the angels of God came to present themselves before God, and Satan came also among them to present himself before God. En net zo in Job hoofdstuk 2, vers 1. Er was een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heere. And of course, the obvious point to appreciate is the Satan, is not in business for himself. En het punt dat we hieruit moeten halen is natuurlijk dat de Satan niet zijn eigen zaak runt. He is one of the angels of God, presenting himself before God together with the rest, part of the heavenly retinue that ministers, as it were, to God. En hij is een van de engelen die zijn opwachting maakt te midden van de anderen. Dus hij is een van, laten we zeggen, de hofhouding van God. If you ask why he exists, without really answering the question, I'll say, well, why do angels exist all together? Obviously, God could do it all on his own. God created the angels. But God established a system of governance in the world that is often indirect. Dus als we ons afvragen waarom God de Satan eigenlijk gemaakt heeft, dan vragen we ons in feite af waarom engelen überhaupt bestaan. En God heeft het zo gemaakt dat hij de aarde bestuurt, vaak op een indirecte manier. In this system of indirect governance, and we've spoken of this at much, much greater length in the question and answer sessions about the angels, in this system, the various angels that present themselves before God all have a particular role. And in deze regering, met het indirecte systeem van regeren, hebben alle engelen hun eigen rol. We hebben hier eerder al eens over gesproken in een sessie, vraag- en antwoord sessie over engelen. Well, the Satan, also has a role. As ordained by God, as created by God, to provide a basis for the challenges that confront us in life, to be the instigator that mediates our having free moral choice to choose between that which is right and that which is wrong. That's part of the system that God created. En net zoals elke andere engel heeft ook de Satan zijn eigen rol. Zijn rol is om, om ons voor de keuze te stellen
om voor het goede of het kwade te kiezen. Zo heeft God het ontworpen. God heeft ontworpen dat er een kracht is, een engel is, die ons daartoe aanzet om die morele keuze te maken. But that, of course, is the critical point. It's the system that God created. God created all of it, including the Satan, the devil. That's all part of God's system. Maar dat is dus het punt dat God heeft dit systeem zo gemaakt, waarin ook een engel is die het kwaad vertegenwoordigt en aanjaagt. God heeft dit systeem zo gemaakt. And this we've also noted on many occasions in the words of the prophet Amos, chapter 3, verse 6. Shall the horn be blown in a city and the people not tremble? Shall evil befall a city and God has not done it? Of course God has done it. En ook deze tekst uit Amos 3, vers 6 hebben we wel eens eerder behandeld. Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? Natuurlijk, komt ook van hem. And similarly, in Lamentations, chapter 3, verses 37 and 38, who is he who said, and it comes to pass, when God did not command it, out of the mouth of the Most High, do not proceed both evil and good? They both come from the mouth of the Most High. They both come from God. En uit Klaagliederen 3, vers 37 en 38. Wie zegt iets en het gebeurt, als de Heere het niet gebiedt? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? Dus beide, het goede en het kwade, komen voort uit God. And perhaps most dramatically, in Isaiah chapter 45, reading verses 5, 6, and 7. En misschien nog het meest duidelijk in Jesaja 45, vers 5, 6 en 7. Verse 5, I am God, there is none else. Beside me there is no God. I have girded you, Cyrus, though you have not known me. In verse 6, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am God and there is none else. Please help. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, Cyrus, of Kores, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. So of course, then everything comes from God. There is no other source. Ik ben de Heere en niemand anders, om het citaat af te maken. Dus hij is de bron van alles en er is niets anders. And if you ask, does this directly have bearing on evil? I'll say, let's look at verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am God who does all these things. En als je dan afvraagt of dat ook betrekking heeft op het kwade, lees dan vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. So we return to Deuteronomy chapter 32, verse 4, and we find ourselves more confused than ever. Dus we gaan terug naar Deuteronomium 32 en we zijn meer verward dan ooit tevoren. Again, the rock, his work is perfect, for all his ways are justice, a God of faithfulness and without iniquity, just and upright is he. Nogmaals, hij is de rots wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. But He creates evil. We saw that explicitly in Isaiah chapter 45, verse 7. Maar Hij schept het kwaad. Dat zagen we expliciet staan in Jesaja 45, vers 7. So in considering what indeed Isaiah is telling us, I feel compelled to share with you what I think is a very deep insight into what Isaiah means that we can only discern by paying careful attention to what the prophet is saying in Hebrew. Yes. Als we deze vragen beschouwen, dan voel ik me genoodzaakt om wat uit te leggen. Iets wat ons een diepe inzicht gaat geven in wat de profeet Jesaja bedoelt. En dat je alleen te weten kunt komen als we kijken naar het Hebreeuws. Now you'll note that in verse 7 there are 3 different verbs that are used. Als we kijken naar Jesaja 45, vers 7, dan zijn er 3 verschillende werkwoorden die gebruikt worden. In the Hebrew, let me point them out. In het Hebreeuws. The first is yotzer. De eerste is yotzer. Which is translated as form. To form something. En dat wordt geschapen als vormen. Ik formeer. The second is boré, translated as creating. De tweede is boré en wordt vertaald als scheppen. The third is osé, translated as making or doing. En het derde werkwoord is osé, wat vertaald wordt met doen of maken. God in verse 7 is stating, I form the light and create, different verb, darkness. I make peace and create evil. I am God who does or makes all these things. Dus God zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen of maak al deze dingen. There is a critical difference between boré, create, and the other verbs. Er is een kritisch onderscheid tussen het werkwoord boré en de andere twee. This is an observation that I am indebted to Rabbi Moses Maimonides for having seen, one of the great Jewish thinkers of the 12th century. En dit is een inzicht die ik te danken heb aan Rabbi Maimonides, een groot denker uit de 12e eeuw. Now, the first point that he makes is one that is fairly self-evident and largely accepted, and it pertains to the first place in the Bible in which we encounter this verb, creating. En de eerste opmerking die hij maakt is algemeen geaccepteerd en voor de hand liggend. En het gaat over de eerste maal dat het werkwoord boré voorkomt in de Bijbel, namelijk in Genesis 1, vers 1. Exactly. It's not too difficult to find the first place where the verb create appears in the Bible, because in the Hebrew it's the second word of the Bible. In the beginning, God created Bereshit bara. In the beginning, again, the verb is bara, bore, created. God created the heavens and the earth. Het is niet moeilijk om dat woordje scheppen tegen te komen
helemaal aan het begin van de Bijbel al kom je tegen als het tweede woord. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In point of fact, we should note that this verb appears exactly and only 3 times in the narrative of creation in Genesis chapter 1. Het is ook interessant om op te merken dat dit specifieke woordje bara, scheppen, slechts 3 keer voorkomt in het hele hoofdstuk van het scheppingsverhaal. It appears again in verse 21, when for the first time we read of the creation of animal life, of a living being. En het verschijnt voor de 2e keer in vers 21, als daar voor het eerst wordt gesproken over de schepping, over een levende wezens. And it appears one more time in verse 27 when we read of the creation of man. En het verschijnt een 3e keer in vers 27 wanneer het gaat over de schepping van de mens. What do these 3 instances have in common? Wat hebben deze 3 gemeen? To be very precise here, they are all completely discontinuous with anything that came before. Ze zijn, hoe zeg je dat? Not based upon something earlier. Ze zijn niet gebaseerd op iets wat eerder was. Het is een totale verandering en geen connectie met het eerdere. That is, when animal life is created for the first time, there isn't anything else like it before. When man is created, man is likewise a new beginning. And of course, creation in the opening verse of the Bible is completely new, not connected with anything before, because there was no before. Als er levende wezens worden geschapen, dan is dat totaal nieuw. Dat was er daarvoor niet. En als de mens geschapen wordt, is dat ook iets compleet nieuws. Niet gebaseerd op iets wat eerder was. En dat geldt ook voor het eerste vers. Als God de hemel en de aarde schept, dan is dat iets totaal nieuws. Iets ongeziens tot dan toe. To express it in the Latin, it is creating ex nihilo, from nothing. Om in het Latijn te spreken, ex nihilo, en dat betekent uit het niets geschapen. Absolute nothingness is the source of God's creation. God isn't using anything pre-existent. That's precisely what we mean by the Hebrew bara, bore, creating, not forming, not making, not doing. All of those pertain to taking something that is and forming it, making it, doing with it something else. Creating is from absolute nothing. Het absolute nietsheid is de bron van Gods schepping. Dit is wat we bedoelen met dat woordje bara, in tegenstelling tot het woordje formeren, maken of doen. Dat gaat allemaal uit van iets wat al bestaat. Maar dat woordje bara is een creatie uit het niets. Niets ligt er aan de grondslag, niets van wat bestond. Het is totaal nieuw. So you may be wondering, what does this have to do with Isaiah chapter 45 verse 7? Dus je vraagt je nu vast af, wat heeft dat nu van doen met Jesaja 45, vers 7? And this is the insight of Rabbi Moses Maimonides. En dit is het inzicht van Rabbi Maimonides. That just as the verb bara, bore, creating, has a connection with nothingness, because
in creating ex nihilo, it is creating all from nothingness, just as that is how Bore is used in Isaiah chapter 45, verse 7. The same verb is used to refer to creating what is nothingness. Dus hetzelfde woordje bara, wat gebruikt wordt om iets aan te duiden, wat ex nihilo, uit het niets geschapen wordt, datzelfde woordje wordt hier gebruikt om datgene aan te duiden wat absoluut niets, absolute nietsheid is. De duisternis. Let me explain what I mean by that. In the beginning of the verse, again, I form the light and create darkness. Light is something that God forms. Light, of course, is a presence. It is something. Laat me uitleggen wat ik bedoel. De beginwoorden van het vers. Ik formeer het licht en schep de duisternis. God formeert het licht, want licht is iets. Het duidt op een bepaalde aanwezigheid. The darkness isn't something. Darkness is a nothing. It is, after all, the absence of light. It isn't something that you can affirm. It is an absence. Maar duisternis daar tegenover is helemaal niets. Duisternis is slechts de afwezigheid van licht. And as a result, darkness isn't described as formed, but as created, using the verb that refers to a nothingness. Here, not that the source was nothingness, but the result is a nothingness. En daarom worden hier verschillende woorden gebruikt, namelijk formeren voor het licht en scheppen, dus het, voor de duisternis, omdat niet de bron, maar wel het resultaat van de scheppingsdaad is niets, het niets, duisternis. And of course, in that light, you consider the next phrase in the verse, I make peace. And create evil. Peace, God makes. Peace is a presence. It is something that you can affirm. Evil? Evil is an absence. Evil isn't something. It is a lack. So just as darkness is a lack, and therefore the only verb that is appropriate, because it's making an absence, a nothingness, is the verb bore, so too with evil. It's not a something. It is in itself a nothing. En het vervolgvers, of het vervolgdeel van het vers, moet ik zeggen. Ik maak de vrede en schep het onheil. En wederom hier die tegenstelling. God maakt de vrede, want vrede is iets. Het heeft een aanwezigheid. Je kunt het bevestigen. En het kwade is dat niet. Het kwade is niets. Het is de afwezigheid van vrede. Of course, inevitably we need to understand, what does that mean? En we moeten ons natuurlijk afvragen, wat betekent dat dan? On the one hand, we are describing God as creating it. So, if we ask, who's responsible? Who is the source? God is the source. God is the source of everything. Het is God die deze dingen maakt. Dus als we ons afvragen, bij wie komt dat kwaad vandaan? Wie is er verantwoordelijk voor dat kwaad?
ja, God heeft alles gemaakt, dus bij hem komt ook het kwaad vandaan. But God is the source, not in the sense of the directed object of God's act being evil, but rather that when God creates the world as we know it, there is evil. There is an absence that is inherent, always present in this world. God is de bron van het kwaad, maar niet in die zin dat hij de dader is van kwaad, een doener van kwaad, maar hij is de oorsprong van de gehele schepping. En in die schepping, inherent daaraan, is ook dat er een bepaalde afwezigheid is van vrede en dus een aanwezigheid van kwaad. God creates a world that imposes upon us challenges, that enables us to choose well, and also to choose badly. That's the world that God has given us. In such a world, there will be evil. God heeft een aarde gemaakt met een keuze voor goed en voor kwaad. Wij kunnen kiezen, goede keuzes maken, slechte keuzes maken. En in zo'n wereld treffen we onvermijdelijk kwaad aan. But what it is critical for us to appreciate here is the evil is just an absence. The evil is not a presence, and the evil is never the goal. Wat heel belangrijk is om hier op te merken en goed onthouden, is dat kwaad geen aanwezigheid is, maar kwaad is een afwezigheid van goede, van het goede. Kwaad is geen doel. And of course we have no further to look than in the first chapter of Genesis to see that that is the case. En we hoeven eigenlijk helemaal niet zo ver terug, of niet ver in de Bijbel te kijken, om te zien dat dat het geval is. On the first day of creation, when God creates the light, he saw the light, that it was good. In Genesis 1, vers 4. En God zag het licht dat het goed was. On the third day of creation, when God separates between the dry land and the seas, God saw that it was good. En op de derde scheppingsdag in Genesis 1 vers 10 staat, en God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën, en God zag dat het goed was. When God commands the earth to bring forth plant life, in verse 12, God saw that it was good. En als God in vers 12 de aarde gebiedt om groen voor te brengen, staat er weer, en God zag dat het goed was. On the fourth day of creation, when God creates the luminaries, in verse 18, God saw that it was good. En in vers 18, als hij de hemellichamen schept, en God zag dat het goed was. On the fifth day of creation, when God creates animal life for the first time, the life of the waters and every winged fowl in the air, in verse 21, God saw that it was good. En in vers 21, als God alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt en alle gevleugelde vogels naar een soort maakt, dan ook toen zag God dat het goed was. And finally, last time, on the sixth day of creation, in verse 25, God made
the beast of the earth after its kind, then the cattle after their kind, and everything that creeps upon the ground after its kind. And God saw that it was good. En als laatste in vers 25, op de zesde scheppingsdag, en God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. 6 times in the story of creation, we read that God saw that it was good. 6 maal lezen we in het scheppingsverhaal dat God zag dat het goed was. And then at the very end, in verse 31, at the end of the 6th day, just before the Sabbath, we read something else entirely. And it really is completely different. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the 6th day. En op die 6e scheppingsdag, net voordat het Shabbat werd, dan lezen we nog iets heel anders. Of eigenlijk een versterking. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Uit Genesis 1, vers 31. I say this is something completely different from the 6 instances in which we read that God saw that it was good. First of all, obviously, the insertion of very, in Hebrew, me'od, tov me'od, very good. En ik zeg dat dit verschilt, dat het heel anders is van de keren dat er staat dat God zag dat het goed was, om verschillende redenen. En de eerste is natuurlijk heel duidelijk, namelijk vanwege het woordje zeer goed, in het Hebreeuws me'od. The other critical difference is, you'll note that all the 6 times when we encountered God saw that it was good, it was referring to some particular, specific aspect of creation. En het tweede waarin deze uitspraak verschilt met de voorgaande keren, is dat de voorgaande keren toen God zag dat het goed was, ging het altijd over een specifiek element in de schepping. And all of these particular details were good. En al die specifieke details waren goed. In verse 31, it is, and God saw everything that he had made. This is at the end. The whole picture. And behold, it was very good. Maar in vers 31 zag God alles dat hij gemaakt had. Het hele plaatje had hij voor zich. En zie, het was zeer goed. I feel compelled to share with you that in our tradition, ironically, that very good is intended to refer also to everything we see in the world that to our eyes is bad. And ik wil met jullie delen een stukje uit onze traditie, dat deze opmerking, het was zeer goed, ook geldt voor alles wat we om ons heen zien en wat in onze ogen kwaad is. The very good refers to retribution, suffering, even death. Dus dat deze zeer goed ook slaat op straf en wraak en zelfs op dood. The very good, ironically, hints at all that is to our eyes evil. Dus ironisch genoeg wijst dat zeer goed
wijst naar alles wat in onze ogen kwaad is. All things that are absences, not presences. Alle zaken die afwezigheden zijn van andere dingen. Dus niet de aanwezigheid van iets, maar de afwezigheid van iets. Things that would never be described in and of themselves, of course, as good. En geen van die dingen zou op zichzelf staand goed genoemd worden. But when you look at the whole picture, again, God saw everything that he had made, then the evils are part of that broader picture that is very good. Maar als we dit lezen, dat God alles zag wat hij gemaakt had, dan zijn dat dus ook de kwade dingen. Die horen erbij. En samen is het geheel dus zeer goed. So of course on that level, I hope it's clear, we can understand how to resolve the apparent contradiction. Remember that God, after all, is the rock. His work is perfect, for all his ways are justice. No evil there. Dus ik hoop dat we nu kunnen begrijpen dat we twee dingen hebben. Namelijk één, dat God is een rots, hij is perfect, in hem is geen onrecht. And yet, God is the source of evil. En toch is God de bron van kwaad, de oorsprong van kwaad. It's not a contradiction. When the evil is only there, it's always there, only as part of everything being very good. Het is geen tegenstelling. Altijd als het kwaad er is, is het daar als onderdeel van het geheel. En het geheel is zeer goed. Recall, we noted this at the outset, the philosophers, the Neo-Aristotelians, couldn't understand this. They failed to accept it. Herinner je die filosofen aan het begin, die dualisten, die konden zich dit niet voorstellen, die hebben dit niet begrepen. They posited that if God indeed is all-powerful, then the only way to explain the world as we observe it is that God is unaware of what's taking place. Dus zij kwamen met de uitleg dat als God almachtig is, dan moet het wel zijn dat hij gewoon niet van het bestaan van het kwade af weet. That's because when you look at the world through a narrow vision, and you only see a very small part of the picture, you see that it's bad. You need to be able to see everything that God made in order to say that it's very good. Maar tot zo'n conclusie kom je alleen als je een nauwe blik hanteert op de wereld. En je moet breed kijken, het hele plaatje zien, alles wat God gemaakt had om te kunnen zien, te kunnen erkennen dat het zeer goed is. Now of course, this is admittedly a profound principle in the Bible that we need to understand better. And that will demand of us additional consideration. En dit is natuurlijk een diepgaande Bijbelse waarheid waar we verder over na moeten denken, wat we verder uit moeten werken. To just begin with one very simple illustration as food for thought until next time. Ik wil graag één illustratie meegeven om over na te denken tot aan de volgende keer. I have to admit that here in Israel we really don't have many homes that are built of wood, but in many other countries, they are.
Ik moet toegeven dat in Israël hebben we niet zoveel huizen die van hout gemaakt zijn, maar in andere landen is dat wel zo. And one of the greatest evils for anyone whose home is made of wood is termites. En een van de grootste ergernissen en gevaren voor mensen die in het bezit zijn van zo'n houten huis, dat zijn termieten. Termites, of course, eat wood. Want termieten eten hout. I remember once reading on the subject of termites that there are two kinds of houses built of wood. Those that are already infested with termites and those that will be infested with termites. Ik herinner me dat ik eens een artikel las over termieten en dat zei dat er twee soorten huizen bestaan, namelijk huizen die reeds geïnfecteerd zijn met termieten en huizen die ooit, houten huizen die ooit geïnfecteerd zullen worden met termieten. En het is een simpel punt, maar het is een important punt voor ons te consider. Dat de homeowner may say, termites are evil. Why did God create termites? The world would have been so much better a place without termites. En dit is een belangrijk punt voor ons om over na te denken. De huiseigenaar zou kunnen zeggen, wat zijn die termieten, vreselijke beesten, waarom heeft God ooit termieten gemaakt? Die zijn kwaad. You realize, it really wouldn't be an exaggeration to say, without termites, we couldn't survive. En weet je, het zou niet overdreven zijn als we zouden zeggen, zonder termieten kunnen we niet overleven. The cycle of life and degeneration and regeneration is very much based upon termites. De cyclus van afbraak en wederopbouw in de natuur is in sterke mate gebaseerd op termieten. Without termites, forests would die out and be unable to regenerate. Zonder termieten zouden bossen afsterven en niet verjongd kunnen worden. Termites play a critical role in breaking down the old wood that eventually becomes the nutrients that support the new trees that are growing instead. De termieten spelen een sleutelrol in het afbreken van het oude hout in het bos en daaruit komen de voedingsstoffen voor de jonge bomen. Without termites, the forests would within the space of not that many years end up vast tree graveyards, wood that didn't disintegrate, that didn't become the nutrition of the next generation of trees. The forests would die out and we, all animal life, would die out eventually with them. Zonder termieten zou een bos binnen niet al te lange tijd een bomenkerkhof worden. Want er is geen, de bomen, oude hout wordt niet afgebroken. En dus zijn er geen voedingsstoffen voor de jonge bomen. Het bos verjongt zich niet. Het is dood. En ook wij zouden niet overleven zonder die bossen. So it's a simple illustration, but not just. Such a simple illustration. Dus het is een eenvoudige illustratie, maar toch ook weer niet zo eenvoudig. For two reasons. It's not such a simple illustration. I think there's an important level of understanding that comes with it. En om twee redenen is het niet zo heel erg eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Reason number one. Is this world, everything in this world, including ourselves as physical human beings, everything is subject to degeneration and regeneration. The very nature of this world is continuously in flux. Reden nummer één is, alles in de natuur
inclusief wij zelf als fysieke menselijke wezens, we zijn onderhevig aan een proces van afbraak en vernieuwing. The tree dies, the tree withers and falls, the tree disintegrates, and a new tree grows in its stead. Een oude boom vergaat, valt om en vermolmt, en daaruit, uit de voedingsstoffen die daaruit komen, groeit een jonge boom. That great cycle of living includes us as well. En die grote cyclus van leven, daar zitten wij ook in. So much of what we label evil is an inevitable consequence of that realization that we live in a world of degeneration and regeneration. Zoveel van wat wij beschouwen als kwaad valt binnen deze grenzen van die levenscyclus van afbraak en vernieuwing en verjonging. So of course, that's one important message of the example of the termites. Dus dat is één belangrijke boodschap van dit voorbeeld van de termieten. And inevitably, once we realize that the very nature of this world is degeneration and regeneration, we realize the message of being able to see a larger picture. En als we deze cyclus van afbraak en verjonging in ons achterhoofd houden, dan zijn we ook in staat om op een nieuwe manier te kijken naar de wereld om ons heen. Does that make evil inconsequential? Does it make it insignificant? Of course not. Maakt dat dat het kwaad zonder gevolgen is? Of dat het niet kwaad is? Nee, natuurlijk niet. We still need to consider, of course, the most vexing challenge of all, suffering. We moeten namelijk nog steeds aan de slag met de meest ergerlijke vraag van allen, het lijden. But at the same time, does it make it more bearable? I think it does. Maar tegelijkertijd maakt het dit inzicht lijden draaglijker? Ik denk van wel. Not more bearable because with this big picture we're able to distract ourselves and not pay attention to the evil, to the suffering that is part of this world. Niet dat het draaglijker wordt omdat dit inzicht van die cyclus ons afleidt van het kwade en van het lijden. But with the realization that a large part of our problem, I'm not speaking of the emotional problem, but the conceptual problem, results from our fixating on a small part of the picture without seeing the larger picture. Maar wel draaglijker als we ons realiseren dat als we het over lijden hebben, we vaak te nauw kijken en ons alleen maar focussen op dat kleine stukje kwaad en lijden, terwijl er een groter plaatje is. When we consider that larger picture, we can emphatically state certain very basic conclusions from the journey that we took together today. En kijkend naar dat grote plaatje kunnen we zeker enkele conclusies trekken aangaande de reis die we vandaag samen zijn begonnen. Does evil really exist, or is it just a figment of our imagination? Bestaat het kwade werkelijk, of is het slechts een verbeelding van ons? It exists unequivocally. It is real to us.
Ja, het bestaat. Het is echt voor ons. Het bestaat. But it's not a presence. It's an absence. Maar het is geen aanwezigheid, het is een afwezigheid. And therefore, when we ask, can both good and evil arise from one source? Our response is, good is the presence, evil is the absence, and God creates a world that is inherently incomplete. En bij de vraag, kunnen goed en kwaad voortkomen uit één bron? Dan zeggen wij, goed is een aanwezigheid en kwaad is de afwezigheid van het goede. En God heeft een wereld gemaakt die niet compleet is. We might want to imagine, to fantasize about a world in which everything is perfect, or at the very least, everything is directly attuned to what we want. We zouden natuurlijk kunnen fantaseren over een wereld die helemaal perfect en compleet is, of in ieder geval helemaal toegesneden op onze wensen. God gave us an incomparably more precious gift than that. Maar God gaf ons een onvergelijkbaar veel mooier cadeau dan dat. He gave us a world with a system in it. Hij gaf ons een wereld met een systeem in het, erin. And once we appreciate that, we also appreciate that evil comes from God because it's part of the system. En daarom kunnen we ook toegeven dat het kwade ook van God komt, want het is nu eenmaal onderdeel van dat systeem. God does not eliminate evil altogether, because that would mean eliminating the world. En God roeit het kwade niet in zijn geheel uit, want dat zou betekenen dat hij de hele wereld uitroeit. We do believe at one point we will graduate beyond this world, but as long as we are in this world, that evil, which again is an absence, is part of the system, and most importantly, part of the way we struggle, grappling with what we see around us in this world, are summoned to come to God. And we geloven wel dat we ook naar een betere wereld, dat we een betere wereld krijgen uiteindelijk. Maar zolang we nu nog in deze wereld zitten, hebben we te maken met dat kwaad. En niet alleen hebben we daarin te maken met onze keuzes, maar het speelt ook een grote rol in onze worsteling met dat kwaad en het leidt ons daardoor naar God toe. That means conceptually coming to terms with evil as part of the system that God created as our challenge. Dus dat betekent dat we ook moeten accepteren dat kwaad bestaat als onderdeel van dat systeem waarmee God ons uitdaagt. That means practically fighting evil in order to become God's junior partners as he charges us in completing the world that he created for us. En dat betekent dat we als het ware Gods junior partners worden in het bestrijden van het kwaad om de aarde met hem te voltooien. That means on both of these levels, we are summoned to harness evil as means
through which we actually become more godly and come closer to Him. Dus we moeten dit zien ook als een middel, dat kwade, om het te kunnen overwinnen en om daardoor een goddelijker, godvruchtiger persoon te worden. It is on that challenge that we continue, God willing, next time. En met die uitdaging gaan we, zo God het wil, de volgende keer verder. But for now we appreciate. Evil is not what necessarily drives us away from God. We seize upon it as a challenge to overcome it and to make ourselves and the world more godly. Het is heel belangrijk om te waarderen en tot ons te nemen dat kwaad niet per se iets is wat ons van God wegdrijft. Maar we moeten het aanpakken, overmeesteren en het kwade overwinnen. En om op die manier de wereld goddelijker te maken. God bless you. God zegen jullie.